Welkom op les 10 ondertussen van digitale lessen die we geven. En vandaag beginnen we een heel iets nieuws eigenlijk. Wat waarschijnlijk ook voor veel studenten geen evident iets is, namelijk de discussies, de mogelijkheden, maar ook heel de basiselementen van onze staatshervorming. Gewesten en gemeenschappen. Ons land is een federale staat geworden, was een unitaire staat in 1831. Maar is door de staatshervorming een federale staat geworden. En wat we gaan doen in de eerste plaats zijn een aantal basiskenmerken. Maar u ziet reeds op de derde slide dat er heel veel discussie over alles is. Wat is de ideale staatsstructuur voor België? En ik zelf heb een aantal voorzetten gegeven over het feit dat wij die staatshervorming opnieuw helemaal gaan moeten bekijken, naar mijn oordeel. Maar het betekent dat we, terwijl we in 70 begonnen zijn, daarmee voorbereid in de jaren 60, dat we op vandaag, 50 jaar verder toch, nog in ruime mate naar een nieuw evenwicht op zoek zijn dat een stukje stabiliteit kan brengen. Ik kom daar nog op terug. Ik had gezegd, we gaan de basiskenmerken. U ziet dat wat we gaan doen, bevoegdheidsverdeling. Basiskenmerken zijn zo de basisstructuren, elementen die heel weinig veranderen. Bevoegdheden, dat is wie heeft welke bevoegdheden. Hoe zitten de parlementen en de regeringen? Want die hebben allemaal een parlement en een regering. Het is een federale staat, dus het is een eigen parlement en een eigen regering. We gaan het hebben over de Duitsstalige gemeenschap die sinds kort Oost-België noemt. Het Brussels hoofdstedelijk gewest, een specifieke entiteit. En dan gaan we het moeten hebben over belangen- en bevoegdheidsconflicten. Maar vandaag is het dus over de basiskenmerken. En u ziet hier in de twee slides de opsomming. Een bipolaire federatie, autonomie en geen normenhiërarchie. Een gesloten bevoegdheidsverdeling op basis van exclusieve bevoegdheden. We gaan het hebben over hoe de residuaire toegewezen en impliciete bevoegdheden, wat dat juist betekent, want dat zijn kernelementen in die staatshervorming. Het feit dat de bevoegdheden verschanst zijn. En dan komen we tot het verticaliteitsprincipe, het zesde principe, financiële autonomie, coöperatief federalisme, asymmetrische structuur, een beperkte constitutieve autonomie, niet iedere deelstaat kan zijn grondwet zelf bepalen, en de federale loyaliteit of Bundestreue, dat is het Duitse begrip uit de Duitsland is ook een federale structuur, dat begrip Bundestreue komt van daaruit. En die federale loyaliteit die staat ook in onze grondwet. U hebt een inleidende illustratie op de volgende pagina die niet meer zo actueel is eigenlijk. Maar goed, het is een mooie inleiding, want het is tenslotte een thema voor jonge mensen als jullie. Dat niet zo evident is. Mensen van mijn generatie hebben dat zien groeien, hebben dat kunnen meemaken, hebben daardoor ook meer de geschiedenis daarvan. En dat betekent uiteraard dat we ook iets makkelijker kunnen begrijpen. Maar ik ga het proberen toch zo duidelijk mogelijk aan u uit te leggen. We gaan die basisbegrippen in stukjes moeten brengen, anders loopt de les te lang uit. Eerste principe, een bipolaire federatie. We gaan er wat bij stilstaan. Eerst en vooral, 1970 begint ons federaal hervormingsproces. En dat is een centrifugaal model. Dat betekent, je hebt een eenheidsstaat en die wordt uitgesplitst. Die wordt uitgesplitst in gemeenschappen en gewesten. Veel federaties zijn in zekere zin een centripetaal model geweest, waarbij men met een aantal staten begonnen is, dat samengebracht zijn en dat dan zelfs uitgebreid is. We zien bijvoorbeeld dat in de Verenigde Staten, waar die staten wel bestonden, die op een bepaald moment een federation hebben gemaakt en dat is ook uitgebreid. We zien dat ook in Zwitserland. Zwitserland, waar ze oorspronkelijk met een beperkt aantal kantons samengegaan zijn, dat naar een federatie gebracht hebben en dan eigenlijk dat uitgebreid hebben, gebouwd hebben aan die federatie. Dat is in België niet zo. We hebben een centrifugaal, het gaat weg van het centrum. We beginnen met een eenheidsstaat en dan eigenlijk worden er nieuwe elementen aan toegevoegd en wordt een stuk van die bevoegdheid die federaal is gedelegeerd naar beneden.
Ook heel specifiek, dat is dat we met drie gemeenschappen, drie gewesten zijn. Om het heel eenvoudig te zeggen en een beetje overgesimplifieerd, dat was, de gemeenschappen hadden betrekking meer op cultuur en op onze taal. En het was een eis van de Vlaamse beweging, die cultureel en qua taal zich geminoriseerd voelde, alhoewel Vlamingen de meerderheid toen al waren. We zijn het enige land waar de meerderheid eigenlijk federalisme heeft gevraagd, want het was een vraag in de hoofdzaak van de Vlaamse beweging. Er zijn ook binnen Wallonië vragen naar meer federalisme geweest, al van in het begin van de 20e eeuw, nog voor de Eerste Wereldoorlog. Maar toch die 1970, het federalisme, het begin daarvan, was in hoofdzaak iets wat Vlaanderen eiste. En nog eens, het is een heel specifiek gegeven dat de meerderheid van de bevolking vraagt om een stuk autonomie te hebben. Meestal vraagt de meerderheid om geen autonomie te hebben en om eigenlijk te kunnen zijn meerderheid uit te buiten en de baas te spelen, tussen aanhalingstekens, over het land. Dat is in ons niet zo. Dat heeft veel te maken met een stuk minderwaardigheidsgevoel, maar ook een realiteit. Vlaanderen was in de jaren 60 nog niet economisch wat het nu was. Het was veel zwakker eigenlijk nog. In 60 kon je niet zeggen dat Vlaanderen economisch sterker stond dan Wallonië. En Brussel, dat was niet zo. Bovendien, de statuut, de positie van het Nederlands in België was zwak. Er werd er nog door heel veel mensen Frans gebruikt als leidende taal. Ook al was er een taalwetgeving die zei in Vlaanderen dat men Nederlands moest spreken, maar het Frans was nog heel erg dominant. Het was ook een grote cultuurtaal. En Vlaanderen was eigenlijk cultureel nog zeker niet ontwikkeld zoals het op vandaag is. Vandaag is Vlaanderen cultureel een vrij grote ontwikkeling, heeft dat een vrij grote ontwikkeling gekend. Bovendien zien we ook dat met de sterkte van de VRT en VTM, die twee sterke tv-kanalen zijn eigenlijk, we hebben een specifieke situatie dat de commerciële tv in Vlaanderen ook een zeer degelijk iets is in vergelijking met andere commerciële zenders in het buitenland. En ze maken heel veel eigen producties ook, dat doet de VRT ook. En heeft een stuk een eigen cultuur gemaakt. Jonge mensen die als Vlaming nu opgroeien, die hebben een eigen cultuur, hebben een eigen identiteit. Vinden dat ook normaal, gelukkig maar. Maar in die jaren 60, 70 was dat zeker niet zo. En dus men wilde een stukje autonomie hebben en men wou ook verhinderen dat het Frans in de taalgrenzen, vooral naar Brussel toe, Brabant toe, dat zou oprukken en dus autonomie eigenlijk krijgen. De gemeenschappen waren een vraag van de Nederlandstaligen, van de Vlamingen, en de gewesten, dat was een vraag van de Franstaligen, van de Walen vooral. En wat heeft men gedaan? Men heeft geen keuze gemaakt. Dat is een beetje typisch in heel onze staatshervorming heeft men altijd de verschillende keuzes samengevoegd en elk zijn goesting gegeven, om het nu heel erg populair te zeggen. Men heeft eigenlijk nooit keuzes moeten maken tussen wat de Franstaligen of de Nederlandstaligen vroegen. Men heeft die gewoon opgeteld. Wat ook wel het gevolg heeft gehad dat budgetair, financieel, dat federaal niveau meer onder druk is komen te staan. Terwijl gemeenschappen en gewesten eigenlijk in vergelijking daarmee een financieel gegeven hebben dat veel makkelijker is, om het een beetje overdreven te zeggen, maar toch, je kunt onmogelijk vergelijken hoe de begrotingstoestand federaal is en de begrotingstoestand van bijvoorbeeld het Vlaamse gemeenschap. Daar kun je moeilijk een vergelijking in maken. Drie gemeenschappen, drie gewesten. We zien het ook op het kaartje. Op het kaartje zien we de België, de federale staat. De drie gemeenschappen, de Vlaamse gemeenschap. En u ziet in die Vlaamse gemeenschap en de Franse gemeenschap daaronder dat twee keer licht gekleurd Brussel staat. De Vlaamse gemeenschap heeft een aantal bevoegdheden in die Brusselse hoofdstedelijke, in die zone van het Brusselse hoofdstad. Maar ook de Franse gemeenschap, dat is heel typisch. De Franse en de Vlaamse gemeenschap die hebben eigenlijk in Brussel een aantal bevoegdheden. We gaan daarop terugkomen. En dat is een vrij uniek gegeven. En dan hebben we de Duitsstalige gemeenschappen, nu Oostgemeenschap, nu Oost-België. Dus dat kleine stukje dat een beetje weg en weer gegaan is tussen België en Duitsland. En sinds dus de Tweede Oorlog nu definitief, zouden we mogen zeggen, het is na de Eerste Wereldoorlog bijgekomen, dan is het weer eventjes teruggegaan, net voor de Tweede Wereldoorlog, met de Tweede Wereldoorlog, dat Duitsland het eigenlijk heeft ingelijfd, zullen we zeggen.
En nu is dat definitief, voorlopig definitief, alles is voorlopig definitief natuurlijk, bij België. De drie gewesten, het Vlaams gewest, en u ziet daar nu het Vlaams gewest niks te zeggen in Brussel. Het Waals gewest, die heeft ook haar bevoegdheid ook in de Oost-België. En dan het Brussels hoofdstedelijk gewest, daar komen we er nog op terug, dat een eigen bevoegdheid heeft. En je zou kunnen zeggen, dat zijn dus zes entiteiten, dat zijn ook zes entiteiten, plus de federale overheid, maar toch hebben we het over een bipolaire federatie. Eerst nog even uitleggen, de gemeenschappen waren vooral bevoegd en zijn gecreëerd eigenlijk voor talen en voor cultuur, maar daar zijn onderwijs en de persoonsgebonden bevoegdheden bijgekomen. Onderwijs, dat weten we. Dus op vandaag zien we, de minister van Onderwijs is minister Weitz, die de uitleg op tv komt geven hoe nu een leerlingen in die coronaperiode, wat men daar gaat doen. Dat is een Vlaamse materie. In de Franse gemeenschap is dat een andere minister. In de Duitsstalige gemeenschap is dat dan weer iemand anders. Maar die hebben qua onderwijs eigenlijk veel minder instellingen. Natuurlijk, het is een kleine gemeenschap, 70.000 inwoners ongeveer. En ook persoonsgebonden bevoegdheden, dat is zeer kort samengevat welzijn. Noteer nu reeds dat persoonsgebonden bevoegdheden, persoonsgebonden aangelegenheden, dat dat een grondwettelijk begrip is, dat staat in de grondwet. De gemeenschappen zijn bevoegd voor de persoonsgebonden aangelegenheden, dat staat in de grondwet. Dus dat is een grondwettelijke bepaling. Bij de wetten die dan de bevoegdheden gaan toewijzen aan de gemeenschap, moet men dat respecteren. Typisch voorbeeld op vandaag, coronasfeer, de woonzorgcentra. Het is minister Beke die op dit moment bevoegd is en er ook over uitleg geeft over de woonzorgcentra. Waarom? Omdat in Vlaanderen hij bevoegd is. Dat is dan in de Franstalige gemeenschap weer iemand anders. En ook in de Duitsstalige gemeenschap is dat anders, persoonsgebonden. De gewesten zijn vooral economisch. Men zegt vaak de grondgebonden, plaatsgebonden aangelegenheden. Maar dat is niet iets wat in de grondwet staat. De bevoegdheden van de gewesten zijn in de grondwet eigenlijk niet inhoudelijk gedefinieerd. Men heeft gewoon gezegd, kijk, we gaan dat bij bijzondere meerderheidswet, we hebben dat reeds uitgelegd wat dat was, 2/3, een meerderheid aanwezig in iedere taalgroep en een meerderheid die voorstemt in iedere taalgroep, hè, bijzondere meerderheidswetten. Artikel 39 zegt, er zijn gewesten en de bevoegdheden gaan bij bijzondere meerderheidswet worden toegekend. Voor de gemeenschappen hebben we gezegd, de basis, niet alles, dus we hebben nog bijzondere meerderheidswetten ook, maar de basis van wat gemeenschappen eigenlijk als bevoegdheid hebben, die zijn effectief opgenomen in de grondwet. En toch, toch zeggen we, het is bipolair. We hebben in 70 een model gehad, Nederlandstalig, Franstalig, twee grote onderdelen, en die Duitsstalige gemeenschap was eigenlijk relatief klein en niet zo belangrijk. Het was een bipolair model, waarbij dat we zien dat de Duitsstalige gemeenschap, zoals gezegd, niet zo belangrijk is. Ook het Brussels gewest, niet toevallig noemt dat het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Nederlandstalig wilden eigenlijk niet. Ze was zo'n beetje het idee dat als we met drie zijn, dat er dan twee Franstaligen zijn en één Nederlandstalig. Dat is een beetje absurd, want veel van die zaken zijn in consensus en die twee één speelt eigenlijk niet, maar dat heeft toch vrij sterk gewerkt. Bovendien, de Nederlandstaligen wilden de Nederlandstalige minderheid in het Brussels hoofdstedelijk gewest beschermen. Er waren een 10% ongeveer mensen op dat moment nog, of misschien wat meer nog op dat moment. 100 jaar geleden was dat eigenlijk bijna een volledig Nederlandstalige stad, maar dat is heel vlug veranderd. En men wou de overblijvende, als ik dat oneerbiedig mag zeggen, Nederlandse talige bevolking vanuit Vlaanderen ook een stuk beschermen en hun eigen cultuur geven. En vandaar dat het Brussels hoofdstedelijk gewest is. Geen gewoon gewest, het is een hoofdstedelijk gewest. Het is niet zoals de rest. Zoals Franstaligen hebben dat opgelost, dat is La Région Brussel-Capitale, dat is er voor regio geen adjectief, dat is wel in Nederlandstalig. En zo zie je dat in de Nederlands- en de Franstalige taal soms een compromis wordt gemaakt van wat de ene wil en de andere wil, en we vertalen het gewoon op een verschillende manier en iedereen is tevreden. Maar we zien dat de Duitsstalige gemeenschap Oost-België toch wat bevoegdheden ondertussen heeft
bijgekregen, ook via het Vlaams Gewest. Het Vlaams Gewest, het Vlaams Gewest kan bevoegdheden overhevelen, heeft er enkele gedaan. Dus dat Duitsstalige gemeenschap is toch wel een entiteit op zichzelf geworden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat eigenlijk geen volwaardig gewest is, maar heeft heel veel bevoegdheden ook van gemeenschappen. Telkens er een bevoegdheid naar de gemeenschappen is geweest bij het akkoord dat gemaakt is in 2011. Akkoord dat door Elio Di Rupo als eerste minister is uitgevoerd. En daar had men het over kinderbijslag bijvoorbeeld, maar jeugdsanctierecht ook. Wel, die bevoegdheden die naar de gemeenschappen gingen, dus Vlaamse gemeenschap, Franse gemeenschap, Duitsstalige gemeenschap, voor Brussel, zijn die eigenlijk naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, specifiek naar de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, dat is een onderdeel daarvan, maar die zijn daar naartoe geweest. Dus dat Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zeggen er is geen volwaardig gewest, dat zou je nog kunnen min of meer zeggen, maar omdat de ordonnanties meer gecontroleerd worden en zo meer. Maar tegelijkertijd moet je zeggen, het is meer of een gewest, want ze hebben gemeenschapsbevoegdheden gekregen die eigenlijk toch niet onbelangrijk zijn. De paritaire samenstelling van de ministerraad bijvoorbeeld, dat is nog altijd zo. De kiesprocedure, je hebt een Nederlands en een Franstalig college, dat is ook nog altijd zo. Hier staat er nog bipolaire structuur van politieke partijen, dat is al heel erg veel minder. De politieke partijen, de Vlaamse partijen hebben een Vlaamse structuur en de Brusselse zijn vaak een onderdeel daarvan, maar met een heel grote autonomie. Het is geen toeval, het is misschien een symbolisch keerpunt dat eigenlijk Open VLD nationaal niet akkoord was met het toetreden zomaar tot de Brusselse regering van de Open VLD in Brussel. Maar dat de afdeling Brussel dat gewoon zelf beslist heeft, we gaan dat toch maar doen. We zien ook dat de Franstalige partijen Brussel en Wallonië, die zijn nog dichter bij elkaar, maar toch ook nog een heel stuk problematieken daarin, dat eigen meningen, eigen gedachten, dus dat loopt ook niet altijd zo simpel. En bovendien, in Duitsstalige gemeenschap zien we ook dat die partijen zich een eigenheid hebben gegeven. Die hebben ook een coalitievorming gedaan, zonder met de rest veel rekening te houden. Dus van bipolair federalisme, dat zit er nog altijd wel in. Maar de eerste stappen zijn gezet naar een wijziging. Dat is iets wat ik ook bepleit. Ik denk dat als wij verder willen gaan met de staatshervorming, en daar onder andere ook een aantal zaken uit de sociale zekerheid nog wat willen uniformer op het een of het andere niveau brengen, dat we naar die vier deelstaten zullen gaan, naar Vlaanderen, Brussel, Wallonië en Oost-België. Misschien met een wat verschillen qua structuren, misschien met verschillen qua bevoegdheden, maar niet zo erg veel. En wat misschien het allerbelangrijkste is dat we er zouden ooit in moeten slagen om een stabiliteit te brengen. Om de 10 jaar wordt er nu de staat hervormd, zo ongeveer 70, 80, 88 en dan de 394. En dan 99 en dan nog eens 2012, laten we zeggen, of 12, 13 in die periode. Dat is heel veel. Je kunt moeilijk van de mensen vragen dat ze vertrouwen hebben in de overheid als een grote meerderheid, want het is altijd met 2/3 van de vertegenwoordigers vinden eigenlijk dat die staat moet hervormd worden. Hoe kunnen dan burgers daar zeer lang vertrouwen in krijgen? Dus een stukje stabiliteit zal toch ooit eens moeten komen als we dat vertrouwen in de overheid een stuk willen verbeteren. En daar staat hier ook een rol van een referendum. Misschien moet men ooit eens eraan denken dat wanneer er een grote hervorming komt, men daar ook een goedkeuring vraagt aan de bevolking. En dan zegt men soms, ja, en als men dan een akkoord maakt, politiek, en er komt geen goedkeuring van de bevolking, wat gebeurt er? Ja, dan heeft de politiek een probleem, maar dan is dat ook een feit natuurlijk. En moet men zich maar een beetje aanpassen. In de volgende slide nog even ter verduidelijking. Duitsstalige gemeenschap is Oost-België geworden. Men zegt hier de nogal bureaucratische aandoende benaming Duitsstalige gemeenschap, mag dat de pronoun. Of dat nu eigenlijk zoveel bureaucraten is dan Oost-België, dat weet ik ook niet. Een tweede heel belangrijk kenmerk van onze staatshervorming is het autonomieprincipe. En ons federalisme gaat daar heel erg ver in. Autonomie en geen normenhiërarchie.
En we lezen hier de definitie, we hebben ze van Bruno Peters overgenomen, de toekenning aan de gemeenschappen en gewesten. Het zijn de grondwet, het zijn een wet aan te nemen met een bijzondere meerderheid van de exclusieve bevoegdheid om normen met een welbepaalde territoriale geldingskracht uit te vaarden ten opzichte van bepaalde aangelegenheden die kracht van wet hebben. Die wetgevende bevoegdheid gaat gepaard met de bevoegdheid om die normen uit te voeren en toe te passen. Een hele boterham. 1. Het betekent dat exclusiviteit wordt gegeven. We komen er later nog op terug, maar de autonomie, een deel van de autonomie is exclusiviteit, dat houdt in. 1. Entiteit heeft een bepaalde bevoegdheid en zij alleen. Wanneer Vlaanderen bevoegd is, is de federale overheid niet bevoegd en is ook Wallonië niet bevoegd. Het is een exclusiviteit. Elk heeft zijn deel. Heel erg belangrijk. Op een bepaald territorium, op een bepaalde aangelegenheid, en waar men bevoegd voor is, heeft men de bevoegdheid om wetten te instaureren. Dus het is bij wet, kracht van wet. Men noemt dat decreten, en in Brussel zijn dat ordonanties, maar ze hebben dus een kracht van wet, op een gelijk niveau als de wet federaal. We hebben geen normenhiërarchie. Het is niet zo dat de federale wet domineert op de gemeenschaps- of gewestdecreten of ordonanties. Men heeft die kracht van wet gegeven aan gemeenschappen en gewesten. Dat is een heel belangrijke stap geweest. En die zijn op gelijke hoogte, geen normenhiërarchie. En ze zijn exclusief voor een bepaalde materie op een bepaald grondgebied. Dat is wat we verstaan onder de autonomie. Daaraan toegevoegd het verticaliteitsbeginsel dat we later gaan bespreken. Als men de bevoegdheid krijgt om iets bij wet te regelen, krijgt men ook de bevoegdheid om de normatieve uitvoeringsbesluiten te nemen en krijgt men ook de bevoegdheid om die normen uit te voeren, toe te passen in individuele beschikkingen. Dus verticaal wet, uitvoeringsverordeningbevoegdheid en individuele toepassing. Dus dat is wat men rond autonomie moet weten. Autonomie is heel sterk ontwikkeld, maar dat omvat dus nog eens exclusiviteit, zowel territoriaal als aangelegenheid, kracht van wet door te geven aan de normen die men kan uitvaardigen en een verticaal principe, namelijk dat wanneer men de bevoegdheid heeft, men dat ook normatief mag uitvoeren en ook beschikkende besluiten kan nemen om die wetgeving, die decreetgeving moet ik zeggen, om die ook toe te passen. En dan gaan we dan ook naar die derde principe, namelijk die gesloten bevoegdheidsverdeling op basis van exclusieve bevoegdheden, exclusief materieel. Dat betekent, het gaat over huisvesting, het gaat over kinderopvang, het gaat over cultuur. Dat betekent dat men altijd moet kijken als er een bepaalde materie is. Wat is het aanknopingspunt? Wat is nu eigenlijk het aanknopingspunt? Men heeft een bepaalde materie, we hebben het in de les al eens gehad, het verbod om reclame te voeren voor tabaksreclame toen op dat moment. En men moest kijken, is dat nu volksgezondheid? Want het Waals Gewest had een decreet genomen dat ze voor hun eigen instelling, hun eigen infrastructuur, een aantal regels hadden dat ze nu en dan eens wel tabaksreclame konden toelaten. Dan moest zich de vragen, is dat nu volksgezondheid? Want op dat moment, dat onderdeel van volksgezondheid was nog federaal. Of is dat een gewestelijke materie, namelijk het beheer van hun infrastructuur? Je moet kijken, wat is het belangrijkste knooppunt waar je die regelgeving die men wilt nemen aan vast hebben, het zwaartepunt. En dan, als het één, dan moet men kiezen tussen het één of het ander. Men kon niet zeggen, federaal en gewest zijn bevoegd. Men gaat het zwaartepunt vinden en dat gaat dan ook de bevoegdheid definiëren. In ons geval was het zo dat voor die rabbelprogramma dat men dan gezegd heeft, het is federaal. Eén opmerking toch, de dubbel aspectleer, moet je zeker in het boek ook eens goed bekijken. Men heeft geleidelijk aan in de rechtspraak van de laatste 10 jaar, zeg maar, aanvaard, dat zowel de federale overheid als gewesten of gemeenschappen regels konden uitvaardigen met betrekking tot een bepaalde materie,
op voorwaarde dat het feit dat er meerdere regels aanwezig waren, dat dat in principe denkbaar was dat er cumulatief was. Dat het mogelijk was om die twee dingen eigenlijk cumulatief te zien. Dat ging niet in tegen de geest. Ik geef een voorbeeld, moest men zeggen, een misdrijf kan gestraft worden met zoveel jaar omwille van gewestelijk en zoveel jaar federaal, dat zou niet gaan. Je kunt geen cumul van straffen toepassen, dat zou ondenkbaar zijn. Bepaalde feiten zijn strafbaar met die straf en je kunt dat niet cumul doen. De een zegt een beetje zoveel en de ander een beetje zoveel, dat gaat niet. Maar bijvoorbeeld wanneer men het heeft over mensen die pensioengerechtigd zijn en tegelijkertijd ook wel zorg nodig hebben, heeft men een mogelijkheid dat men geholpen is via de Vlaamse zorgverzekering, waardoor dat mantelzorgers kunnen een vergoeding krijgen, maar ook wanneer mensen dan in een woonzorgcentrum zitten, krijgen ze een extra vergoeding. Enerzijds, en tegelijkertijd heeft men eigenlijk op federaal niveau een stuk hulp aan mensen die dat nodig hebben. Die dat nodig hebben en heeft men de pensioenen in de eerste plaats en de pensioenen die toch ook daartoe dienen. Dus je hebt daar verschillende mogelijkheden. En men heeft aanvaard, ja, het kan eigenlijk wel. Er zijn ooit op het federaal niveau een schooltoelage geweest. In de maand september kreeg men een soort toelage. En tegelijkertijd had men kind. Het was op gewestelijk niveau, excuseer. En men had tegelijkertijd kinderbijslagen die toen nog federaal waren. Heeft men ook gezegd, het kan eigenlijk wel. Is dat cumul daarop? Dat gaat eigenlijk wel. Eerste voorwaarde, het moet denkbaar zijn dat het cumuleerbaar zijn. Ten tweede, in de feiten mag het niet tegenstrijdig zijn. Men wil niet dat er een conflict is. En ten derde natuurlijk, zowel de federale overheid als in dit geval de Vlaamse gemeenschap, die gaan iets reglementeren. Er moet wel duidelijk een aanknopingspunt zijn. Het aanknopingspunt voor de zorgverzekering is natuurlijk het gegeven dat Vlaanderen bevoegd is voor de ouderenzorg. En alles wat met pensioenen en dergelijke meer te maken heeft, de sociale zekerheid, het federaal niveau bevoegd, er zijn aanknopingspunten. Belangrijke evolutie toch, die ze heeft doorgedaan. Exclusief territoriale bevoegdheid, daar is heel veel discussie geweest. Het Grondwettelijk Hof heeft dat eigenlijk beslecht. Franstaligen zeiden, je kunt zeer goed hebben dat een decreet dat in Wallonië gestemd heeft, eigenlijk ook toepassingskracht krijgt in Vlaanderen. En we hadden bijvoorbeeld de taalwetgeving, en dat was verschillend, want wat is het criterium? Je kon zeggen, want de gemeenschappen waren dus bevoegd voor de taalwetgeving in de bedrijven. Je kon zeggen, het is de plaats waar je werkt, de vestigingsplaats. Maar bijvoorbeeld de Franstaligen hadden gezegd, ja maar, het Frans is de voertaal, ook wanneer het hoofdbureau van dat bedrijf in de Franse gemeenschap is, maar er zijn filialen in Vlaanderen bijvoorbeeld, dan moet in Vlaanderen ook het Frans worden gesproken, want het criterium is eigenlijk dat. Namelijk, waar is het hoofdkantoor? En dat was eigenlijk een tegenstelling, en de Franstaligen zeiden, oké, dat is dan zo, ja, dan moet men dat politiek maar oplossen, maar juridisch kan dat, en men heeft autonomie, en men heeft gewoon verschillende manieren, dat botst dan, en dan moet je maar politiek oplossen, niet jurisdictioneel, niet het Grondwettelijk Hof. Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat dat niet juist was en dat er ook dus een exclusieve territoriale bevoegdheidsverdeling was. Dat dus wanneer de verschillende criteria waren, maar een oplossing juridisch moest hebben, dat sowieso als er een conflict was tussen die decreten, één van beide buiten zijn bevoegdheid was gegaan, omdat we een exclusieve bevoegdheidsverdeling hebben. In principe hebben we dus exclusieve bevoegdheden, maar dat betekent niet dat altijd gehele stukken overgeheveld zijn. Soms is het zo dat voor een bepaalde materie je een deel federaal hebt en een deel gemeenschap of gewesten. En dan is dat gewoon gedeeld. Het zijn allemaal exclusieve, elk voor zijn eigen stuk alleen bevoegd, maar het is wat in stukjes gekapt. Uitzonderingen op die exclusieve, we gaan er nog op terugkomen. Parallellen, dat betekent dat men kan cumuleren. Je ziet hier onderzoek en krediet. Het is mogelijk dat daar zowel federaal als gewestelijk gemeenschap initiatieven worden genomen. Parallele bevoegdheden betekent meer dan één is bevoegd. Concurrerende bevoegdheden. Het kan dat beide een initiatief nemen, maar wanneer het gebeurt, zal er één domineren. Zal er één domineren, eigenlijk meestal het federale. Dubbel aspectreel, we hebben het reeds gezegd.
men kan toch eigenlijk wat cumulatief. Die dubbel aspect leer is een veel zachtere versie. En nu ben ik een beetje aan het schematiseren van die parallele bevoegdheden, omdat het niet echt verschillende bevoegdheden zijn, maar vanuit hun eigen bevoegdheden kan de federale overheid en de Vlaamse gemeenschap in dit geval een regel nemen die eigenlijk voor de mensen betekent dat er een cumul is. Maar het zijn verschillende bevoegdheden. We gaan over die uitzonderingen op de exclusieve bevoegdheden nog terugkomen. Wel opmerken, het zijn ook echt uitzonderingen. Die exclusieve bevoegdheden zijn wel zeer, zeer, zeer dominant. En dat is een beetje een typisch gegeven van het Belgisch federalisme. In andere federaties is dat niet altijd zo het geval.